vindt. En de zwaartekracht, die doet daar ook... Ja, dit is naar aanleiding van een artikel wat ik op internet vond over een... ik geloof een Pools medium. En die heette Tomczyk, een mevrouw. En die kon allemaal dingen laten zweven rond 1920. Maar toen konden heel veel mensen dat. Ja. Dus toen heb ik dit gemaakt. Zie je wel, het bewijs is geleverd. Maar de vrouwen, de modellen, die zijn hier niet. Hoe kan dat? Eentje. Maar die, dus dat model... Dit is dan al een beetje even mijn eerste. Ik denk dat ik wel meer schilderijen met de model ga maken. Want ik vind het wel een interessante combinatie om het model in een stil leven te betrekken. Kijken of dat, ja, of dat werkt, of dat gaat. Maar dit schilder je er met een klein verschiltje zo op, hoor. Dus als je maar twee lijntjes trekt dat het ertussen blijft, dan ga je dan later weg met een krijtje. Ja. Iemand die in zwaartekracht gelooft, die hangt hem zo op. En dan voor iemand die er niet in gelooft, die hangt hem zo op. Ja. Misschien is dit wel een maan schilderij. Daar is het toch anders weer. Daar zweef je ook, hè? Dus op de maan, toch zo'n moment van zweven is dit. Ja, dat zie je ook in Kuifje op de Maan. Dit gaat over het verbod op het fabriceren van 60 watt lampjes. En dat vond ik nou super lekker licht. Dus ik dacht, ja, ik moet die lampen toch wel, die peertjes, die wil ik wel vastleggen. Dus ik heb twee schilderijen gemaakt. Met twee peertjes, een echt peertje en een 60 watt peertje. Mm-hmm. En die zijn nu allebei verkocht. Ja, het is wel een heel oud slotje, toch? Ja. Ja, je kan hebben die thuis ook? Ja. Je hebt hem thuis? Ja. Dat slot? Ja. Echt waar? Ja. Nou, het past helemaal in deze tijd, hoor.